Ja, voor de rest is er nog niet echt veel te zien, hè. Het is voornamelijk werk wat je nauwelijks ziet. Ook mooi aan het verven. Ja. Zie je straks licht weer van als het goed is. En 30 jaar zeggen ze, oh, het is je huis mooi geweest. De grote verwarmingsrol. Daar moet het water doorheen gaan van de verwarming. Dit zijn de elektriciteitsleidingen. Die netjes naar de stopcontacten gaan. Designradiator. Staat ook al te wachten. Maar die verwarming, die hangt al. Verwarming en stopcontacten, het hangt wel, maar moet nog wel aangesloten worden verder. En ze zijn lekker buiten bezig. Daar moeten dus de verwarmingsbuizen, of tenminste... Ja, de verwarmingsbuizen aan vastgemaakt worden. Maar dat moet opgehangen worden, zodat het kan gaan schuiven. Want de wand krimpt. De kat is weer beter. Kijk maar, hij kan weer alles. Kijk eens, onze eerste logé gaat zich eventjes installeren. Of ze al slaapt hoor. Vanaf deze kant. Ja hoor. Zo. Ja, valt niet mee als je zus jarig is. Druk met elektriciteit bezig. Zo, alleen de blauwe nog. Draadjes eraan, keurig. Even kijken hoe we die, waar we die kwijt kunnen. De verwarming die zit al keurig daarachter. Hè? Ja, ja, je wacht. Eén leiding nog. Eén leiding naar de badkamer. Ja, maar het ziet er kleurrijk uit. De kabels. Dit is elektriciteit. Gaat naar binnen. Nou, de hele stoppenkast weer. Alles weer aangesloten. Te zien doet het licht het, hè? Dus Feije kan lekker door blijven werken. Hij is heerlijk bezig. In zijn eigen werkkamer. Precisiewerkjes. Water met bemantelingsbuis. En daar komt de gas er ook bij. Het koppelen van de gas. Doortrekken. Ik duw hem nou naar binnen. Ja. Oh maar. Ja, we gaan er maar in. Zo, is die goed? Nee. Die ligt er ook bij. De gasbuis voor onder de fundering. En dit is de buitengas.
Loopt hij nu? Ja, daar loopt hij. Ah, dan kun je hem leegmaken, het gootje. Even kijken. Ontwateringssysteem. Alle gaten zijn nu dichtgepeurd. Wat zeg je? Zijn alle gaten nu dichtgepeurd? Alle gaten. Echte grote gaten hebben we allemaal gehad. De douchebak is al helemaal aangesloten ook. Ja. Psst. Is hij nou in de buurt komt? Nee, ik hoor hem wel. Maar... Ja, daar komt hij. Ja. Over het nieuwe luikje proberen te lopen. Ja, toch even de boel verkennen. Even onder de trap, alle aansluitingen. Zijn er heel wat in het hoekje? Ja, elektriciteit. Benoemdvol. Geel is gas. Gas. Zwart is water. Zilver water. Achter de ketel. Maar de badkamer vindt u nog te donker. Aan de binnenkant, dat moet ook weg, want anders past het niet meer. Nou, over 2 dagen mogen we er overheen lopen. Rap op goede hoogte. Weg zijn alle. Geen leiding meer te zien. Kijk hoe mooi de afwerkvloer. Je ziet helemaal niks meer van al die buizen. Nee, de buizen zijn weg. Ja, alles is weg. Al ons werk is weg. Ja, mooie leiding. Zeker daar zo.
Ja, dan bij de, onder de trap, dan zie je helemaal niks meer. Van de buizen dan. Nou, dan kunnen we toch mooi stofzuiger neerzetten en alles. Maar plastic heeft goed zijn werk gedaan, hè? Dat wel, ja. Op de zijwanden. Ja, op de zijwanden wel, inderdaad. Gelijk, zo, daar zit ook al een aardig gat. Een stukje overgeslagen. Oh, ja, ga kijken. Waar is het hoekje? Ja. En een klein gaatje. Een muisgaatje. Het klein muisgaatje, ja. Zo, het is er bijna helemaal los. Plastic er even uit halen. Het is bijna kerst. Ja. De eerste kerstboom in het huis. Ja. Halleluja.